Aan het begin van de vergadering in de Nationale Assemblée vandaag hebben de diverse fracties en de regering stilgestaan bij de bijdrage van oud-premier Willem Wim Udenhout aan Suriname. Udenhout, die ook ambassadeur was, overleed op maandag 22 mei. Gregory Rusland, NPS-fractieleider, zegt dat Udenhout Suriname altijd trouw is geweest en zich ook heeft ingezet voor het milieu van het land. PL-parlementariër Evert Carto liet weten dat Udenhout een bijzondere rol heeft vervuld in de samenleving, welke Suriname altijd zal waarderen. Ik denk dat de heer Udenhout inderdaad het verdient om hier gememoreerd te worden en de familie van de heer Udenhout heel veel dank te zeggen voor de bijdrage die hij heeft mogen leveren aan de ontwikkeling van dit land. Hij rustte zacht. En dat wij met hem in gedachten ons werk en dezelfde passie die hij bezat zullen voortzetten. Voorzitter, wij condoleren de nabestaanden met dit groot verlies van een oprechte grote zoon namens de ABOPL-fractie, Krakti en we zijn membre jullie van jou ben de lekwang jaja sranamang. President Chandrika Prasad Santokhi vroeg het college om 1 minuut stilte in acht te nemen. Het staatshoofd betreurt het heengaan van Udenhout, een veelzijdige Surinamer. Udenhout is een staatsman geweest met een staat van verdiensten op nationaal en internationaal niveau. Het staatshoofd is vervuld met dankbaarheid aan Udenhout voor zijn bewezen diensten aan land en volk. Als minister-president van de regering, welke de transitie naar democratie markeerde, heeft hij een enorme bijdrage geleverd bij herstel van democratie en rechtsstaat in Suriname. Voorzitter, dit is geen eenvoudige taak geweest en heeft mede ertoe geleid dat wij hier met z'n allen het Surinaamse volk mogen vertegenwoordigen. Wim Udenhout heeft zijn bijzondere bijdrage geleverd binnen het onderwijs en heeft ook zijn voetsporen verdiend in de diplomatieke wereld, waar hij Suriname op het hoogste niveau als ambassadeur heeft mogen vertegenwoordigen in Washington DC, als ook bij de Organisatie van Amerikaanse Staten met de mede-accreditering in Mexico, Canada en Nicaragua. Hij was tevens de eerste Surinaamse ambassadeur op het Afrikaans continent, met name Ghana en Zuid-Afrika. De president liet weten dat Willem Udenhout een uitvaart krijgt met staatseer. Vanaf morgen ligt er een condolenceregister op het presidentieel paleis. Op de dag van de uitvaart zal op alle openbare gebouwen de Surinaamse vlag halfstok worden gehezen.